Na maanden van audities, challenges en de halve finale is het tijd voor de grote dag. De finale hier in de Uithof in Den Haag. Vandaag wordt namelijk bekend wie van de drie overgebleven kandidaten binnenkort samen met Samantha en Lindsay op het podium en in de studio komt te staan. Wordt het Danique? Nou, ik hoorde dat we aan het eind van de dag met Samantha en Lindsay een opdracht mogen doen. Daar kijk ik wel het meest naar uit. Iris. Ik heb de liedjes voorbereid en ik denk dat we vandaag ook gaan dansen op Boya Boya Bay. Of toch Michelle. Je weet je geslapen vannacht? Niet. Nee, ik heb heel te wakker geleden. Nou dames, goedemorgen. Waar gaan jullie vandaag op letten? Ik begin even bij jou, Lindsay. Ik vind het wel heel belangrijk dat we een open en een eerlijk persoon hebben. Dus het moet lekker spontaan zijn. En ook dat ze zichzelf is. En jij, Saskia, je was natuurlijk vorige keer er ook bij. En nu natuurlijk, ja, uiteraard weer. Hoe is het met de spanning allereerst? Nou ja, ik vind het wel spannend voor de kandidaten inderdaad. Ik kan wel een beetje hun spanning voelen. Is er nou echt een fris factor? Bestaat dat? Een fris factor? Nou, ik denk dat misschien wel gewoon een totaalpakketje is. Van alles wat wij vandaag benoemen, waar we op gaan letten. Welkom Danique, Iris en Michelle. Ontzettend leuk dat jullie er zijn. We hebben er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Zeker. Zijn jullie een beetje gespannen? Ja, een beetje wel. We hebben jullie gevraagd een aantal dingen voor te bereiden voor vandaag. We hebben een pittige, maar hele leuke dag. We gaan dansen, zingen en een nieuw onderdeel ook, wat heel belangrijk is om zeg maar in een meidengroep te zitten. Dans en zang tegelijk. In de combinatie van drie. Dus, maar we gaan beginnen met de zangaudities. Nou, mijn vorige auditie was ik gewoon echt heel erg zenuwachtig. Dus ik dacht van, kijk, je kan je zenuwen niet echt bedwingen, maar ik dacht, ik ga gewoon proberen echt niet zenuwachtig te worden. En ik merk dat dat toch wel helpt. Dat normaal zing ik a cappella heel snel. En nu zong ik nog steeds wel wat sneller als normaal. Maar het ging in ieder geval beter als vorige week. Hi Iris, hoe gaat het? Ja, goed. De zenuwen nog onder controle? Ja, ik probeer mezelf rustig te houden. Wat ga je zingen voor ons? Made to Love You. Succes. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all that long. You gotta be mine. I was made to love you, boy. You were born to give me joy. We were made for loving all that long. 'Cause boy, you're hot. Let me be your girlfriend, baby. Ooh, say ooh la la. Boy, I like ya. Ja, leuk ook dat je twee nummers aan elkaar heb geplakt. Waarom, hoe ben je erop gekomen? Nou, ik dacht, Made to Love You is natuurlijk wat rustiger. Dus daar kan je stem wat meer in laten horen. En ik dacht, Boya Lijkje is wat meer wat speels, wat leuker. Ik vond het wel echt super leuk inderdaad dat je dan overging op een ander liedje. En ook wat vlotter en wat vrolijker, want zo zie ik jou ook meer. Echt een leuke, vrolijke meid. Dus goed gedaan. Oké, dankjewel. Hoi Michelle. Welk liedje ga je doen? Hey, ja, hey. Oké, nou heel erg leuk. Ja. Ik zou zeggen heel veel succes en zet hem op. Waar je gaat, daar ga ik mee. Wat je denkt, denk ik voor twee. Ja, ik weet wat ik wil. Ik wil met jou. Hey, ja, hey, hey, ja, ho. I love you. Hey, ja, hey, now I know you love me too. Hey, ja, hey, hey, ja, ho. I want to. Hey, ja, hey, wanna be with you. Ik vind, ja, nogmaals, je hebt een prachtige stem. Dus dat zit helemaal goed. Nou, dankjewel. Ik vond het leuk dat je ons ook aankeek, terwijl je stond echt te presenteren. En je had het ritme gewoon lekker te pakken. Voelde echt het nummer. Nou, dankjewel. Ja, het ging al goed. Ik pakte hem wel iets lager dan eigenlijk verwacht. Maar dat kwam denk ik door de zenuwen, maar het ging supergoed. Mooi jurycommentaar, dus ik ben wel blij. Nou, eerlijk gezegd, ik vond het zelf niet zo heel lekker gaan. Nou, ik was gewoon super zenuwachtig. Ik hoorde die twee andere meiden zingen voordat ik naar binnen ging. En toen ging echt in mijn hoofd echt, hoorde ik zeg maar 600 jumbo liedjes door elkaar. Ja, dat is gewoon echt heel spannend en er hangt natuurlijk heel veel van af. Het is vandaag wel de laatste dag en vandaag wordt gekozen wie er bij Fris komt. Dus de druk ligt natuurlijk ook wel hoog. Elke dag loop je voorbij en met een lach kijk je naar mij. Geef me een zoen, zeg me wat ik moet doen. Denk niet na,
tel niet tot 10, waar ik ook ga, ik blijf je zien. Zeg nu geen nee en kom ga met me mee, all your love. Nou, ik vind eigenlijk je uitstraling heel leuk. Je energielevel is ook lekker, vind ik. Ja. Vind je niet? Ja, heel goed gedaan. Dankjewel. Je moet niet alleen goed kunnen zingen, maar je moet voor Fris natuurlijk ook goed kunnen dansen. Dus het is nu de allerhoogste tijd voor een warming-up en die wordt gegeven door Saskia. Dus dames, ik zou zeggen, succes! Dames, zijn jullie een beetje warm gedraaid? Ja, helemaal. Dan is het nu de allerhoogste tijd voor een dansinstructie, Samantha. Want ja, wat gaat er zo gebeuren? Ja, wij gaan een dansje leren, Boya B. Waar je dan op moet letten is, je gaat zingen met een microfoon. Dansen en zingen met een microfoon. Dus we gaan het proberen zo goed mogelijk aan jullie uit te leggen. En ook voor te doen, zodat we hem strakjes samen helemaal kunnen doen. Hè? En zoals het eigenlijk zoals het in de show gaat. Dus, Oeh la la, give me rumba mambo cha cha. Dit is natuurlijk waar het allemaal samenkomt, het dansen en het zingen en met Samantha en Lindsay samen. Dus ik vond het vooral superleuk. Het laatste stukje met de complex vond ik best wel lastig, dus dat ga ik straks nog even een beetje doornemen. Ik vind dat ik het nu wel wat meer in mijn systeem heb, maar ik vind het af en toe nog wel lastig. Behalve goed kunnen zingen en dansen, moet een nieuw bandlid ook een goede klik hebben met Samantha en Lindsay. Daarom dat alle drie de finalisten even apart worden genomen voor een persoonlijk gesprek. Nou, daar ja, zitten wat, we dan. Wat vind je van vandaag of eigenlijk de afgelopen dagen? Ik heb het sowieso superleuk gehad. En met het zingen vanochtend, toen zetten de zenuwen echt heel hoog. Dus ja? Dat vond ik wel echt heel spannend. Heb je wel eens de vraag gehad, solo of meidengroep? Die heb ik nog niet gehad. Wat zou je antwoorden? Meidengroep. Ja? Ja. Ik vind het veel leuker. Ik ben meer een teamplayer. Dus ik vind het veel leuker om met mensen samen te werken als alleen. Misschien kun je iets meer vertellen over je ervaring. En waarom je het zo tof vindt om in een meidengroepje te zingen. Ik vind sowieso dat je echt optrekt aan elkaar. Gewoon de energie op het podium vind ik heel fijn. Dat je echt met elkaar kan spelen op het podium. En voor kinderen vind ik gewoon heel erg fijn. Omdat ze zijn gewoon super eerlijk. Dus je weet echt wat je aan ze hebt. En wat ze leuk vinden. En ze zijn heel erg enthousiast natuurlijk. En dat krijg je echt terug als je aan het optreden bent. Zie je het dansje meedoen of meezingen. En alle papa's en mama's staan ook mee te klappen. En dat is gewoon, ja, dat vind ik gewoon echt heel erg leuk. De spanning loopt steeds meer op. Nog één keer hebben de kandidaten de mogelijkheid om alles uit de kast te trekken en de juryleden te overtuigen. Want wie wordt het nieuwe bandlid van Fris? Hallo. En, heb je er zin in? Ja, ik heb er heel veel zin in. Okay. Ja. Ben je klaar voor? Ja. Laten we gaan beginnen. Oké. En, hoe was het? Nou, ik vond het niet heel goed gaan. Maar ja, het was ook natuurlijk de eerste keer met Samantha en Lindsay. Met zingen en dansen. En als je oefent gaat het altijd beter dan het optreden zelf. Maar goed, ja, ik weet niet wat zij ervan vonden. Dus we gaan het zien. En, ben je er klaar voor? Ja, ik vind het wel heel spannend hoor. Oké. Okay. Ja, maar okay. We gaan het gewoon doen. We gaan het doen? Ja. Okay. Ooh la la, give me rumba mambo cha cha. Ay ay ay, at the boya boya bay. Ooh la la, we are dancing in the moonlight. Ay ay ay, let us party all night. Michelle, en? Ja, al mijn zenuwen zijn nu weg. En ik vond het superleuk om te doen. Ik wil nog een keer. Ik wil weer. Dus je bent zo ontspannen. Het ging helemaal geweldig. En...
Nou, het ging niet super goed, maar ik dacht op een gegeven moment wel, toen hun aan het dansen waren en je was zo met elkaar. Oh, daar krijg je zoveel energie van. Ja, echt superleuk. Hallo. Hallo. Wat leuk dat je er bent. Heb je er zin in? Ja, heel veel. Oké, ben je er klaar voor? Ja. Dan gaan we. Oké. Ooh la la, give me rumba mambo cha cha. Ay ay ay, at the boya boya bay. Ooh la la, we are dancing in the moonlight. Super duper, super duper, jij kan niet gaan. Oh, wat een kanje, wow. Hoe heb jij dat gedaan? Gewoon. Wil je wat drinken? You wanna drink? Hij heette Pedro, zijn ogen zo schoen. Ja, je krijgt er natuurlijk super veel energie van als je daar staat. Ik zou echt het liefst nu terug willen en nog een liedje zingen, maar... Het leek wel alsof je ook al jaren daar stond. Ja, zo voelde het ook wel even, denk ik. Ja, ik vind dat ze super mooi kan zingen. Ja. Ze heeft echt een geweldige stem. Maar ze is heel lief. Ze komt ook heel lief over, maar ze is ook wel best wel sexy. Ja, dat klopt inderdaad. En ik weet niet of dat... Voor een kindergroep? Ja, precies. Ja. Het zou leuker zijn misschien als ze toch iets... iets spontaner... Minder sexy zou zijn, om het zo maar uit te leggen. Ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat uit te leggen. Het is natuurlijk een compliment inderdaad, maar als dat dan, is dat wat je zoekt? Past dat, ja. Danique? Ja. Ik vind dat ze echt een hele leuke uitstraling heeft. Ja. We weten natuurlijk dat ze heel goed kan dansen, maar ik vond nu ook vandaag wel echt Michelle en Iris zang gewoon echt heel sterk. Ja, klopt inderdaad. Dan merk je, dan hoor je wel echt het verschil. Ja. Ja. Dat vind ik ook wel een beetje het lastige er dan aan. Ja. Van, hè, waar kijk je nou het meeste naar en wat vind je het belangrijkste? Dus, ja. Snap ik. Maar ik vind haar wel meest geschikt, denk ik, voor in een meisjesgroep. Ik zie haar daar het meeste wel staan. Ja. Ik vraag me bij haar wel af. Ze presenteert zo. Ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het is echt heel geschoold misschien. Ik ben aan of ik... Ja, ik lijkt wel of dat ik niet echt helemaal goed hoogte van haar kan krijgen van hoe zij nou echt is. Is natuurlijk ook wel vrij lastig. Want ja, je precies. Je moet jezelf ook presenteren tijdens een Klopt ook wel. Dus ik ben heel erg benieuwd naar hoe het straks gaat als we samen gaan samenwerken. Ja. Dan kom je ook echt achter hoe werken we nou echt samen. Ja. En hoe is het plaatje dan? Kan ze jullie misschien nog wel even verrassen. Ja, inderdaad. Ja. Dan ben ik wel benieuwd. Ja. Het was een hele pittige dag, vond ik. Veel wachten, maar ook echt, omdat ik natuurlijk niet heb geslapen, was het wel heel erg spannend. Maar ja, het zit erop en meer kan ik niet doen. Ik heb mijn best gedaan en zo is het. Ja, ik heb het vandaag heel erg naar mijn zin gehad. Vanochtend met de eerste opdracht was ik wel heel erg zenuwachtig en dat sloeg ook wel een beetje op mijn stem. Ik hoorde echt die trillingen en zo. Maar de laatste opdracht van vandaag en de dansworkshop vanmiddag waren super leuk. En nu heb ik ook echt het gevoel van dit is wel wat ik echt wil. Het leven van Fris. Ja, gewoon veel optreden. En misschien dagen zoals dit, interviews doen. Misschien wel met kinderen ook workshops als geven, dat soort dingen. Dat lijkt me leuk. Zo, dag dames. Hi. Hi. Nou, goed dat jullie er zijn. We gaan zo meteen bekendmaken wie het derde Frismeisje gaat worden. Ja, super spannend natuurlijk. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog even ook terugkoppeling geven naar jullie. Want jullie hebben alle drie talent. Daarom staan jullie ook hier. Het maakt het ook wat moeilijker. We hebben jullie spanning gevoeld. We hebben jullie persoonlijker leren kennen. Dus eigenlijk vinden we jullie alle drie heel erg leuk. Dus kunnen wij het bekend gaan maken? Wat mij betreft wel. Spannend. Ja, heel spannend. Nou, de winnaar van de finale. En de nieuwe frisser is geworden. Hou elkaar goed vast. Danique! Gefeliciteerd! Ja, ik ben super blij. Ja? Ja. Oh, gelukkig. Wat is je eerste reactie? Ja, blij? Ik ben super blij. Ja, tuurlijk. Hier heb ik het voor gedaan. Dus. Jongens en meisjes, hier staan ze dan. Lindsay, Danique en Samantha. De dames van Fris. Yay! Het zit erop. Danique is het nieuwe lid van Fris. Check vanaf nu het kanaal van Fris om te kijken wat ze de komende tijd allemaal gaan doen. En ook voor nu,
Dank voor het kijken en vergeet niet te liken en te abonneren. Vanuit de Uithof hier in Den Haag zeg ik tot ziens.